Geen race afgelopen weekend, maar wel een nieuwe boordradio deze week op NU.nl. We gaan het hebben over de contracten, oftewel de stoelendans. Zo weten we inmiddels zeker dat Nick de Vries volgend jaar niet in de Koningslokassen rijdt. En verder ideeën voor de kwalificatie volgend jaar en een technisch moment met Joost. Dit is de boordradio op NU.nl. Aangeschoven in de studio, Patrick Moeken en Joost Nederpelt. Uh, mijn naam is Julien Dom. En Joost, jij gaat straks uh, vliegen richting Singapore. Ja. Yes. Gaan we het uitgebreid over hebben? Want volgend weekend racen we natuurlijk daar. Laten we hopen dat het een uh, mooie race wordt voor Max Verstappen. Maar voordat we vooruit gaan blikken, wil ik het eerst even met jullie hebben over. Ja, de stoelendans die plaats zal gaan vinden. En um, ja, we hebben zes stoeltjes nog te vergeven. Nou, niet wij. Dat zou leuk zijn. Maar <laughs> de Formule 1 uh, heeft er nog zes over. Waarvan niet zeker staat wie waar volgend jaar gaat racen. En nou, de veel begeerste is misschien die bij Red Bull natuurlijk. Veel om te doen geweest dit seizoen. Um, maar wie er in ieder geval niet gaat zitten is Niek de Vries, Patrick. Ja, nee, die, die gaat naar de Formule 1 e toe. Hè? De, de next best, best thing. Zo, mijn beste Engels eventjes. <laughs> gooi ik het toch zo even ja, uit. Hè? Het is het Begin vloeien. van de show. Ja, vloeien. Vloeien. ja, fantastisch. Even stoppen met die steenkolen. <laughs> <laughs> maar uh, ja, nee. Goeie, ik denk een hele goede keus. Ook vooral omdat uh, uh, er eigenlijk geen plek is in de Formule 1. Niet, uh, we hebben eigenlijk een heel goed deelnemersveld. Uh, weinig echte uh, stoeltjes waar je aanspraak op, op maakt. Helaas. Omdat natuurlijk ja, de Formule 2-kampioen hoort eigenlijk wel. Een kans te krijgen op de Formule 1. Het was ook nog eventjes ja twijfel toch? Van wat gaat hij doen? Welke mogelijkheden krijgt hij? Of was dit? Ja, en ik denk dat hij gewoon snel gezien heeft dat, dat er geen plek voor hem is. Kijk, hij, zit, hij is niet meer geleerd aan een, aan een Formule 1 team. Maar hij doet dan nog wel simulatorwerk voor Mercedes. Uh, maar het gaat te ver om te zeggen dat hij nou een talent van Mercedes is. Hè? Ja. Zat natuurlijk heel lang bij McLaren. Nou, die zijn voorzien met uh, Norris en Science voor de, voor de toekomst dus uh, ja ik denk dat dit wel een, een verstandige keuze is voor hem ja, ja als je gaat je nu kijken naar de coureurs die de afgelopen jaren de stap hebben gemaakt vanuit de Formule 2 naar de Formule 1 dan zijn die eigenlijk allemaal wel verbonden aan een Formule 1 team de enige uitzondering is eigenlijk Albon die uh... Die natuurlijk wel eerst bij Red Bull zat, daarna niet meer. En toen toch nog, uh, nadat hij derde was geworden in het kampioenschap vorig jaar, uh, is hij toch weggeplukt nog bij uh, Nissan. Mm -hmm. Wat hem eigenlijk ook in de Formule E in wilde gaan zetten. Ja. Dus uh, Maar verder uh, Russell was verbonden aan Mercedes, is verbonden aan Mercedes. Uh, Lennon Norris, die zat natuurlijk bij McLaren al in het programma. Um, en uh, vond het jaar daarvoor Leclerc uh, was al verbonden aan Ferrari. Dus ja, dat, dat is toch een beetje. Het is geen vereiste om, uh, om toegang te krijgen tot het Formule 1-veld het helpt wel heel erg en wat uh, dan kan een team ook helpen met het stoeltje voor je zoeken en dat is dan vaak bij een team wat met dezelfde motor rijdt Zoals je nu ziet bij Russell met met Williams natuurlijk dus ja uh, en, en Nick gaat voor Mercedes rijden bij de Formule ja. 1 ja wel maar dat ja dat is niet ja. de, uh, dat nee is niet het Formule 1 team en uh, dat, hij staat wel onder contract bij Mercedes dus uh, uh, het, ik denk het dat is natuurlijk... dichter bij elkaar dan wanneer die ergens anders naartoe zet zeker elkaar. ja in hoeverre staat de Formule 1 e trouwens in de kinderschoenen nog een beetje of uh? nou, nou ja nou ja het is ik vind ik, vind, ik vind, het wel heel erg in opkomst uh, uh, zeker met wat er nu allemaal speelt, he? dat het allemaal groener moet. En uh, het is, het is voor, uh, voor constructeurs wel heel aantrekkelijk, zoals Mercedes nu ook gaat doen, om in de Formule 1 te rijden. Ja. Ja. Ook het, je zou haast kunnen zeggen dat het in ieder geval in zoverre de plek van de Formule 1 inneemt. Uh, uh, vroeger zag je allemaal foefjes die je later dan in de, de auto-industrie uh, zag, in de Formule 1. Dat gebeurt nu een beetje in de Formule 1. Ja, we binnenkort, uh, nog, het zal niet heel lang meer duren, nog enkele tientallen jaren, en dan uh, worden er geen benzineauto's meer toegelaten hier in Europa voor een deel. Dus, uh... Nee, als je nu, uh, ik zat van de week uh, de video's te kijken van de autobeurs in Frank Frankfurt, de inter internationale beurs ja en alle grote spektakelstukken die daar zijn, dat zijn vrijwel allemaal elektrische auto's. Of er komt uh, een nieuw um, uh, nieuw model uit en daar komt dan sowieso ook al een elektrische variant van. Dus dat is uh, ja, uh, elektriciteit is in die zin uh, of het de toekomst is, dat moet nog blijken. Maar het is in ieder geval, voor nu is het de toekomst. Ja. Kunnen we een eh. Nederlandse Formule 1-race e verwachten? We nu Nick de Vries. Uh, de ja, is al lang over gesproken. Maar Eindhoven toch of zo? Ja, ja, dan, uh, maar voorlopig uh, denk ik niet dat dat uh, in het verschiet ligt. Zeker niet nu er ook al een. Dus Grand Prix volgend jaar uh, nog een plekje vrij. Hè? Dus uh, de twee races moeten er nog uh, bekendgemaakt worden, waarvan één sowieso in China. Ja. En eentje weten we nog helemaal niks van. Nee, dat heb je dat niet worden, denk ik. Ah. Nee, dat ja, het zou kunnen. Hoor. Ik heb, uh, ben even kijken. Twee jaar, Twee seizoenen geleden ben ik een keer bij de Formule 1 geweest en toen heb ik ook gesproken met uh, Alejandro Agag, de, de baas van de Formule 1, en die zei wel dat hij uh, Nederland uh een interessant land vond. En ja, Amsterdam, dat leek hem heel erg leuk. Maar in Amsterdam een race... Nee, gaat niet gelukkig. Lekker die grafjes over uh, de nee, ruggetjes. Nee. Ja, dat wordt heel lastig. Maar uh, ja, Formule 1 is, in de, is zeker in opkomst. Ja. En, uh, heel sterk deelnemersveld ook. Allemaal for, of, veel oud Formule 1-coureurs. Ja. Philippe Massa rijdt er en, nog in. Uh, en veel ongelukken. Veel, uh, tenminste, ongelukken, veel botsingjes. Er breekt regelmatig wat ja, so, van die auto's. ze rijden ook uh, op hele smalle baantjes. Ja. Ja, ja met heel weinig uitloopmogelijkheden. En, uh, of zelf veel vermaak. Ja, en dat is ook wel echt een groot verschil met de Formule 1, de, de zijn veel kleiner. Het is veel goedkoper. Daarom doen er ook zoveel merken aan mee. Want het is veel goedkoper dan de Formule 1. Um, dus ja, het uh, is ook wel een beetje iets wat ook gewoon voorlopig nog prima naast elkaar kan bestaan. En ze uh, dus voor voor uh, Nick de Vries heel leuk dat hij daar uh, onderdak heeft gevonden. Ik ja, ik, ik, ik kan echt niet beoordelen hoe Nick de Vries het in de Formule 1 zou doen. Ik moet wel zeggen van zijn generatie is hij denk ik niet de aller allerbeste. Maar uh, ja, hij gaat het dit jaar wel gewoon uh, uh, waarschijnlijk doen. Um, in een misschien niet hetzelfde sterkteveld als vorig jaar. Maar uh, nog steeds een ontzettend knappe prestatie als hij kampioen wordt. En nou, daar lijkt het toch wel een beetje op. Dus. Ja, en wat het misschien ook wel een klein beetje pijnlijk maakt voor de Fries... is dat de nummer 2, Nicolas Latifi, zijn grote concurrent... waarschijnlijk wel die stap gaat maken naar de Formule 1. Ja, Welke uh, plek zal hij in Williams. Ja, die is al testrijder bij Williams. Komt uit een heel vermogende familie. Ja. Um, en Williams, ja, dat weten we allemaal, die, die hebben gewoon geld nodig... Dus die gaat, uh, ja, die, of, of ze gaan nog een keer een jaar door met Kubica. Maar het, het heeft er toch alle schijn van dat zij in zee gaan met uh, Nicolas Latifi. Geld en punten hebben ze nodig. Ja, ja nou weet ik niet of je, wel ik, de Vries is wel aantoonbaar uh, beter dan een Nicolas Latifi. Dat denk ik ook wel. Ja, ja. ja. Dus, uh, maar ja, dat is natuurlijk wel jammer dat, dat, uh, dat, dat zo'n jongen dan wel, weer wel de kans krijgt. Ja, maar ja, één punt: hè? dit, dit race-seizoen uh, voor Williams. Ja, wat, wat wordt dan leuker? Dat je denkt van ik ga naar ja, de die... toe in de Formule 1 of ik ga naar de Formule 1. Ja, maar 1, ze hebben dat en... geld nodig om te overleven. Ja, ja, ja dus. precies, maar dan zit je dus als coureur in een team wat moet overleven in plaats van wat echt. Ja, maar dat... je zit wel in de Formule 1. En precies. ik denk dat de, de alle coureurs en de juniorklassen... Um, dat is niet omdat ik de, de Formule 1 e, uh, iets meer schun, Of ik vind dat een fantastische kampioenschap. Een heel leuk project. En, uh, uh, maar uh, ik de, weet wel vrijwel zeker dat alle creurs, als je die nu vraagt in de Formule 2 en de Formule 3, en daaronder nog van waar wil je eindigen, dan is het allemaal de Formule 1 en niet de ook Formule Ook in het team 1. wat er niet toe doet? Ja, ja het, het zou ja. volgend jaar ook wel weer anders kunnen zijn. Hè? Williams is wel is op, de, op, de, op de weg terug. Hè? Kijk naar McLaren, die waren vorig jaar ook te, nou, ja. veel in de achterhoede die zijn ook helemaal terug. Ja. Nu denk ik niet dat bij Williams, er zijn de mogelijkheden iets minder dan bij McLaren. Maar goed, ik denk eigenlijk dat je volgend jaar beter bij een Williams nog kan zitten dan bijvoorbeeld bij Haas, waar ze geen idee hebben hoe ze de auto moeten ontwikkelen. En, uh... en nu mogen ze ook geen rich energy meer door de benzine nee, gooien. Nee, dus, nee, uh... nee, nee, nee. nee, nee. Nou, de eigenaar van Haas heeft zelf ook een diepe zak, hoor. Dus die, dat, dat geld is niet per se het probleem, maar uh, ja, het is nog een jong team. Ja. Ja. Um, andere stoeltjes, ja. Uh, de naam. Uh... Is de zoon van Schumacher uh, die nee. ook wel eens genoemd? Gaat hij naar de Formule nee. 1? Nee, nee, niet. Nee. Gaat, waar, ik sluit ik het niet af... helemaal oh, oh, uit. Wacht. Niet zo stellig als Joost. <laughs> ja, ja, en, nee. en, uh, niet, niet, kijk, het zou eigenlijk niet moeten. Want uh, Schu Mick Schumacher die heeft in de Formule 2 laten zien dat hij er eigenlijk absoluut nog niet klaar voor is. Ja. Maar toch, het is Mick Schumacher, de maar zoon staat van... staat hij in de Formule 2? Uh, 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 ik zoek het even bij, hoor. Ja... Hij moet, in, hij, hij moet zesde worden als hij uh, genoeg superlicentiepunten moet halen. Dat, ja. dat zou hem een ticket kunnen geven. Hij staat momenteel 11e. Ja. Ja. 51 punten. En nummer 6, uh, Matsuchita, als ik het zo goed uitleg. 116 nou. punten ja. Ja. nogal wat. Hij heeft wel echt uh, mooie dingen laten zien hoor, in de formule 2, vind ik, voorin in het eerste seizoen. Maar het was eigenlijk in de formule 3 ook al zo dat hij echt een seizoen nodig had om, uh, ja. om heel erg te wennen. En dan eigenlijk pas zijn. In zijn laatste seizoen van de Formule 3. En ook, niet eens, en ook nog eens in het laatste deel daarvan. Dus in het tweede, tweede seizoen zelf. Toen ging hij echt in de vlammen. Uh, ik denk dat hij wel op zich een redelijke basissnelheid heeft. Maar ja, hij heeft echt nog een tweede seizoen in de Formule 2 nodig. En als hij nu, um, nu volgend jaar al in, in de Formule 1 zou gaan rijden. Dan zou hij echt zijn carrière op het spel zetten. Even ja, laten acclimatiseren ja. dus. Ja. Ja, hij is dus geleerd aan, aan Ferrari. Het talentenprogramma van Ferrari. Ongetwijfeld. Ja, 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 Hoe ja. had dat dan is gekund? Ja, maar ja, 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 ja. Ja, ook wel weer mooi. En uh, kijk, dat hij de Formule 1 gaat halen, dat is, gewoon, dat is ook wel gewoon een zekerheid. Als jij de zoon bent van, van Michael Schumacher, je ambieert een autosportcarrière. Uh, je rijdt dan de Formule 2, dan, dan, ga, dan ga je de Formule 1 halen. Alleen al vanwege de merchandise kan hij waarschijnlijk genoeg geld binnenhalen. Ja, Absoluut, dat is hartstikke ja. interessant ja. Voor, een, voor, voor denk ik ieder team. Ja. Maar ook hij, ja, het, 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 Alfa zou, zou dan een logische plek zijn. Hè? Het, 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 het naast, naast Kimi dan eventueel. Maar die berichten zijn er ook dat zij toch wel door lijken te gaan met, met Giovinazzi. Joost wat is lievelingstalent? Uh, lievelingstalent? Nou ja, is gewoon oh. van gewoon mijn favoriete kleur. <laughs> dat, okay. dat is wat anders. Ja. <laughs> ik weet heus wel dat hij niet de beste is, maar. Uh, op niks gebaseerd, want die, <laughs> nou, laten we wel wezen, Joe bakt bakte niet zoveel ja, ja. van dit jaar. Dat is niet helemaal. Ja. Uh, <laughs> <laughs> ik geef die jongen de tijd. Ja. Hij heeft in principe al, ik zei de vorige keer dat, dat, terugkom, dat hij twee keer in de punten heeft gereden, maar hij heeft eigenlijk al drie keer in de punten gereden. Alleen op Hockenheim werden de, uh, de Alfa's werden, uh, gedisqualificeerd. Ja. ja. Het ja, ja, niet mee. Regels zijn regels. Nee, ik ben uh, Giovinazzi gaan volgen toen hij in de Formule 2... toen nog GP2 reed samen, in de seizoen samen met Gasly. Ja. En toen liet, toen liet hij hele mooie dingen zien. En ik vond het gewoon heel belangrijk... dat Italië weer een coureur in de Formule 1 zou hebben. Ja. En die hebben ze nu. En daarom... Steun ik de niet dat hij daar iets aan heeft dat ik hem steun. Laat ik dat vooropstellen. Maar... Uh, <laughs> nou, de grote Joost Nederpelt. Ik zou yeah, yeah. ook wel de steun van Joost Nederpelt willen hebben. <laughs> die Want, heb als, als je. Kan je toch die eens steunen? Bestaan, oh, die heb uh... ik ook al. Ja, uh, ja, ja, ja. ja, ja. aardig Joost. <laughs> um, laten we even doorkijken. Hulkenberg, daar wordt ook een beetje ja. gevochten om getrokken. Ja. Haas. Haas. Haas? Ja, ik denk het wel. Ja, die, die, die zou al... Die In zou plaats van uh, onze grote vriend. Ja, daar zijn ze helemaal klaar mee. De muurknuffelaar. Ja, dat lijkt me... Het lijkt me voor Haas een hele goede kleur om binnen te halen. Um, ik denk dat het voor Hulkenberg zelf wel een beetje een riskante stap is. Ja, hij hij heeft, keuze. heeft weinig keuze. Hij zou nog een kleine gok kunnen nemen door misschien te gaan afwachten wat er bij Red Bull gaat gebeuren. Stel, Albon uh, je, uh, gaat het toch niet zo, niet zo goed doen als verwacht. Hè? Dat, dat, dat Red Bull dan misschien toch buiten het eigen talentenprogramma gaat kijken. Waarvan ze wel hebben gezegd ja, dat, uh, dat doen we liever niet. Maar ja, je zou nog een gokje kunnen nemen. Kijk, hij heeft wel bewezen als teamgenoot van Daniel Ricciardo nu. Dat hij doet niet heel veel voor hem onder. Nee. Het is niet zo dat Ricciardo het, uh, het snot voor zijn ogen rijdt. Nee. Uh, het is ook niet zo dat Hulkenberg hem vaak verslaat. Maar ze hebben wel gewoon een goede plek nodig bij uh, Red Bull. Ze zijn ja, een goede tweede coureur. coureur. En, en dan, dan, dan zo, zo, lijkt mij een Hulkenberg een, 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 een serieuze optie. Zou die dat willen, tweede coureur? A.C. Ah, je... is hij misschien eerste dan. Ja, maar als hij bij een topteam kan rijden, dan, 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 dan doe doet hij dat gewoon ogen dicht ja. natuurlijk. Of ja. als je achter het zuur zit natuurlijk maar, dan open. We realiseer je wel wat we dan mislopen. De combinatie Magnussen en Hoekenberg is natuurlijk fantastisch in het ja. team. Ik weet niet of we dat fragment nog uh, terug kunnen halen. Je, moet Je er zomaar even in monteren dat Hoekenberg yeah. uh, uh, een keertje uh, mijn <laughs> yeah. bals aan. Hij, uh, my balls, honey. Mag nu ze aansprak in het vierkantje, zei hij: mijn bals had niet. Dat mag niet alleen maar. Dat is ja. fantastisch. En Proof of Urban, once again, most unsport of driver of the Dragma-Bals. Yeah. Ja. Geweldig. Mooi, ja. ja. mooi. <laughs> <fragment. laughs> <laughs> um, maar die, ja, ja. het schijnt ook al snel. Ik hoop niet dat we ingehaald worden door de actualiteit. Want uh, deze week, nog voor de Krompri van Singapore, zou uh, haast de coureur bekendmaken. Ja. En dat zou gaan tussen, tussen Grosjean en Hulk. Nou, als ze nog een seizoen doorgaan met Grosjean, dan begrijp ik er echt niks van. Nee. Komen ze ook nog met een nieuwe sponsor, of uh, is dat niet per se? Ja, maar, ja het is een beetje. Uh, uit, ik denk dat ze wel een sponsor zoeken, maar ja. ze hebben hem denk ik niet echt heel erg nodig. Dat is, uh, het is niet zoals als Williams. Uh, uh, <laughs> die begon vorig jaar uh, peentjes te zweten, toen, toen Martini daar uh, de deur uit liep. Ja, die auto is bijna wit gemaakt omdat ze niks anders hebben. Ja. Nou ja, nu hebben ze natuurlijk uh, Rockit ik weet, wat zin, is dat? Ik weet sinds een week wat het is. Het zijn goedkope mobiele telefoons. Ah, ja. Oh, Rockit. Heb heb ook, ook, ja, ook, je hebt ook boxen heb je ervan. Waarschijnlijk weer een ander merk. Ja, dat zijn dus, andere merken. Okay. Ja. 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 Ja, er staan. Uh... Ja, box, of niet? Ja. Oké, ja. ja. <laughs> oh, okay, ja um... Daarom die uh, plof bij Kubica in, uh, op Spa. Ja. Rockit. Oh, luisteraars. Ja, sorry. Excuus luisteraar. Uh, maar goed, dat is het. Dus uh, de, de goedkoop telefoon. Maar ja, Haas heeft een, gewoon een best wel vermogende eigenaar. Gene Haas. Mm -hmm. Die ook een heel groot team heeft in de NASCAR. Met vier coureurs. Um, Natuurlijk wil hij graag gesponnen, want hoe minder je zou moeten betalen, hoe beter. Maar het is niet zo dat als hij, dat Rich Energy nu weg is, dat ze daardoor op omvallen staan. Zeker. Nee. Ja, dan uh, zeg ik, hebben we alle stoeltjes gehad? Of moeten we nog even één uh, coureur.? Nou, Torre Rosso ook nog wel interessant, denk ik. Hè? Die hebben ook nog gewoon geen, uh, geen coureur voor volgend jaar. Gewoon nee. gatenkaas daar. Zouden die doorgaan met Fiat en Caslier? Lijkt dat me. Er ook te ja, weinig aanwas, zij dat? Hè? Ja, nou ja, ze hebben weinig. Ze, er zijn niet zoveel Red Bull-talenten. Ik denk dat het ook uh, van belang is wat er bij Red Bull zelf gaat gebeuren. ja, Nou ja, Frans Toos had deze week gezegd dat Albon waarschijnlijk wel uh, mag blijven bij, uh, bij Red Bull. Ik denk, ik, denk het ik, ook. Denk zou, ik ook. Het wel. zou wel het makkelijk zijn. Hè? Ja. Al uh, weet je het nooit helemaal nee. wat uh, Helmoet Marco uh, en uh, de zijnen uh, beslissen. Um, ja, ik denk alleen als, als Fiat en, en, uh, en Gasly allebei doorgaan bij Toro Dan ga je ook een beetje op het idee krijgen dat het team zijn doel voorbij streeft. Want ja. dan, dan heb je twee coureurs. In principe is het een opleidingsteam. Maar ja. aan Fiat valt op een gegeven moment ook niet zoveel meer op te leiden natuurlijk. Dus die... Uh, ja, het zou best kunnen. Maar ja, da daaronder hebben ze ook niet echt hele grote talenten zitten. Nee, maar die, misschien vips, vips, ja. Ja, die is Formule 3, dus dat zou kunnen. Maar ja. je kan misschien beter opnieuw beginnen in plaats van dat je gaat aanklooien met iemand waarvan je denkt: van, ja. je hebt er toch geen vertrouwen. Nou in. Ja, Ik bedoel, ik zie met Marco er gewoon van aan dat als hij Vips, ik weet niet hoeveel hij staat in het filmpje. Volgens 3. mij staat hij wel hoog. Maar dat is een goede kleur, daar ben ik uh, ja. wel van overtuigd. Dat hij, uh, dat hij zomaar een ene kans maakt op dat fitje. Want zou de, kunnen, de, ja. Formule 2 overslaan, dat is wel echt iets des, des Red Bulls. Natuurlijk. Ja. Um, ja, um, dus misschien gaan ze dan voor de Gasly en dan voor een jong talent. En dan moet ik Fiat uh, elders zijn heel gaan zoeken. Ja. Nog in een kleur op de, de, de Rijdersmarkt erbij. Maar uh, misschien mag je ook wel blijven. Ik bedoel, dat is nog een beetje koffiedik, kijk. Maar het, ja, ik, het lijkt mij een beetje gek om uh, als je een opleidingsteam hebt om dan Fiat te handhaven daar. Um, al, dan is het echt alleen om de punten binnen te halen. Maar, maar ja, aan de andere kant, hij doet het ook niet slecht dit jaar. Nee, hij doet het niet slecht, maar hij nee. ja, 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 is er wel al gewoon als, uh, als ja. opleidingsteam. Ja. Ja. Dus... En... Ja. Nog eentje dan. Nog eentje nog een klein gerucht. Wat? Ik heb nog steeds een klein beetje een stemmetje in mijn hoofd die zegt dat Sebastian Vettel volgend jaar weg gaat bij Ferrari. Oeh. Daar ja. ik wel een bommetje op. Hoor. in in ja. 2000, na 2020? Nou ja, ik weet het. Ik, 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 ja. Nou, dat, dan loopt sowieso zijn contract. Zijn ja. contract loopt nog één jaar door. Maar ik heb het idee, hij, is zo, hij ziet er zo ongelukkig uit. Hij wordt overvleugeld door, door Leclerc. Die heeft hem wel echt ingehaald. Ja, klopt. Maar hij heeft ik kan me seizoen niet... toch ook een beetje opgegeven inmiddels. Ja, maar ik kom dat dan nog wel terug. Ik, 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 ik kan me niet voorstellen dat zo'n groot coureur als Sebastian Vettel... dat hij dat nog zo'n jaar door wil überhaupt. Heel eventjes een uh, hypothetical uh, dingetje. Als Vettel vertrekt. Wie moet in die plek komen te zitten? Nou, volgens mij had... Ja, ik las dat op, op Twitter ergens, hoor. Dus ik weet niet of Binotto dat echt gezegd heeft, maar ik begreep dat Binotto had uitgesloten dat hij Leclerc en Verstappen in één team wil. Oké, okay, uh, ja. ja. <laughs> dat uh, komt dit weekend. Ah, ik even. denk dat ze dan nog één jaartje Kimi terughalen. Kimi ja. terug? Ja, nee, nee. veilige keuze. Joost, ja, wie zou jij... Ik weer uh, op de Kimi-bandwagon. -e -e ja, nee, gewoon, <laughs> ja, dat is toch... een Kimi. Jij wilt dat ze Giovinazzi in die auto zetten, natuurlijk. Zou Hamilton naar Ferrari een keer maken? Nee. Maar het zou wel echt... Formule 1 wereld totaal op zijn kop zetten hoor. Dat, uh, ja. En ik moet wel eerlijk zeggen, het is wel het is een gerucht, maar het, 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 het wordt, wordt wel steeds. wordt wordt nu ook al naar gevraagd. Ook toen naar Italië werd hij ook gevraagd. Van, ja. uh, uh, hou je nog wel van Formule 1? Toen zei hij, Ja, ik hou wel van Formule 1, maar ik hou niet, ik hou niet van verliezen. Hè? Dus het, uh, ja. ik, 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 nou, ik weet dat ja. iedereen gaat er anders mee. Op. We gaan het volgende mij, uh, 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 het volstrekt logisch gewoon van zaken dat hij gewoon uh, zijn contract uitzit en nog één jaar bij Ferrari blijft en dan uh, kijkt hoe het gaat volgend jaar hoe de auto is. ja, uh, die gaat niet stoppen hoor. Klein minimum 1% kans. Het is, uh, ik heb het dit, dit jaar eerder ook al een paar keer uh, voorbij horen komen, maar nog nooit uit zijn eigen mond of zo. Hey. Dus, uh, ja. Gaan we even naar het technisch moment van Joost. Um, we hebben Monza redelijk goed waarschijnlijk nog in ons achterhoofd zitten. Het ging niet helemaal lekker voor Max Verstappen daar. Er was ook wat met de motor aan de hand tijdens de kwalificatie. En Joost, als ik het goed heb, weten we nu wat dat was. Um, nou, uh, ze weten waar het in zit. Ja, kan je die situatie even voor ons schetsen? Waaraan we het al zagen: van dit gaat niet lekker. Nou, het, is, het, um, het was in eerste instantie zo dat hij in Spa. Uh, het begon in Spa in de vrije training uh, op vrijdag. Toen uh, had hij het probleem met de motor: dat de motor niet in de, in de hoogstanden wilde, of dat hij daar weer uitschoot in ieder geval. Um, dat er zat een soort beveiligingssysteem in, wat dan ingreep. En daardoor. Uh, uh, ja, deed de motor het niet helemaal naar behoren? Dat was in Spa al. Dat was in Spa al. En okay. toen in Monza zat er natuurlijk de nieuwe motor in. En toen deed het probleem zich dat deed het probleem zich weer opnieuw voor. Um, en nu eh, zeggen ze dus dat het in de, de, de door de VIA geleverde controleunit zit. En wat uh, doet de controleunit? Nou, dat is een beetje in, in het leven geroepen door um, in de jaren. Nou, er zijn wel eens geruchten geweest dat uh, bijvoorbeeld uh, toen nog het team van Benetton met de ene M. Schumacher. Uh, met, uh, en een J. Verstappen die uh, ook, uh, ook nog eens. Ja, maar die had dat. Nou ja, dat, goed, dat zullen we nooit weten. Maar hij zegt zelf van niet. En dat geloof ik eigenlijk ook wel, want alles draaide toen om Schumacher binnen het team. Ja. Uh, er waren best wel wat teams die elektronisch het een en ander aan voefjes om het dat woord maar eens te mogen gebruiken, foefjes, hadden. en dat de, de, de technische leiding van de FIA, die kon er op een gegeven moment gewoon geen controle meer over houden, want die wisten ook niet hoe die systemen in elkaar zaten van die teams. Elk team had zijn eigen systeem. En wat is dan het systeem? Dat is eigenlijk dat de motor aangestuurd wordt vanuit een computer, zo moet je het een beetje zien. Dus uh, wanneer gaat het gas gaat naar beneden, wanneer... Uh, um, Gaan de kleppen op en neer, we, alles wordt ge geregeld met elektronica bij de, bij de Formule Het Is heel complex. Uh, en ja, toen hebben ze op een gegeven moment gezegd: van er moet gewoon een standaard controle-unit komen, uh, uh, motor-management systeem. Eigenlijk zo kan je het een beetje Iedereen mee Iedereen En ze gaan dezelfde regels Nou ja, dan, dan hebben we daar gewoon controle over. Iedereen krijgt gewoon zo'n ding en daarmee moet je het doen. Ja. Uh, opvallend: dat ding wordt trouwens gemaakt door McLaren. Oké, uh, die, okay. uh, die uh, unit. Dat is uh, maar McLaren heeft een, een soort zijtak en dat, uh, dat is een. Uh, met McLaren Electronics heet het toch? Oh, okay. volgens mij. Het is dus niet hetzelfde bedrijf. Ja, nou ja, het is wel hetzelfde bedrijf. De, ja, maar, qua naam. Ja, ja, maar het is net zoals... Uh, de, in de ene fabriek maakt Philips uh, koelkasten... en in de andere Precies, maakt ze uh, groeilampen. En dat ja. is niet per se. In ieder geval, die uh, eenheid die wordt dus in de motor... Uh, hoort bij de, de, de aansturing van de motor. En dat is dus iets wat de FIA kan controleren. Um, en het zou dus daarin zitten. Ja, dat is het, uh, het is dan communiceert of de eigen software van Honda niet goed met dat, dat ding... of dat ding is niet goed. Of, maar ja. dat wisten ze dus niet. Dus dat hebben ze vervolgens. <coughs> gevonden bij controles of zoiets van ja Hij ze vogel hebben op de fabriek ja en uh, dat daar een heerlijke fout dan ligt. nou ja dat weet ik niet ik weet niet precies of het een fout is ik weet niet wie daar uh, dat dan weet ik, daar hebben we nog niet genoeg details voor maar het zou best kunnen dat het daaraan ligt en uh, als ze dat zeggen dan zal het wel zo zijn hebben ze iets gezegd over of het nu opgelost is ik denk dat ze uh, dat nu toch wel alles op alles zetten dat dat in uh, in Singapore weer voorbij is dat, uh, dat probleem ja ja maar uh, dat zullen we donderdag al horen van, uh, van verstappen ja ja maar uh, ja, het is wel grappig, want uh, mensen die wel eens andere autosporten kijken, die, uh, die uh, McLaren maakt ook bijvoorbeeld voor IndyCar, maken ze dat soort systemen. En ook bij NASCAR, als een NASCAR opgestart wordt, dan zie je vaak onboard beelden. En dan zie je dus eerst op het, het digitale dashboard, dan zie je eerst het McLaren logo komen. Dus dan zit je in een Chevy of zo, <laughs> en, dan, bom, en dan dan komt dat McLaren logo. En daarna, want die ik ook ja. de elektronica van McLaren. Ah, dus ja. vandaar... Uh, dat ja, Dankjewel Joost voor de uitleg. Uh, dan gaan we eventjes naar het nieuwtje wat deze week, uh, ja, afgelopen week eigenlijk opeens op het internet ja, weer is heerlijk uh, ja, voor Heysa wist te zorgen. Een totale verandering van het kwalificatiesysteem bij de Formule 1. Oftewel niet meer uh, ja, drie, uh, drie keer vechten voor de eerste plek, maar een kwalificatierace. Ja. Dat zou toch wel uniek in de Formule 1 geschiedenis zijn. Hè? En Ferrari ja. was het er ook mee eens. Uh... Ja, het was wel geloof ik een iets ouder interview van oh, ja. uh, Binotto met Casetta uh, dello Sport. Maar uh, ja, die, had, die zei van nou, we, dus iedereen is al naar genoeg akkoord. Hè? Ook voor volgend jaar al. Want uh, gewoon in de basis even, wat betekent dit? We, we, we doen nu drie keer een, uh, ja, drie keer een paar op, rondjes. We zouden eigenlijk gaan om een soort mini-race. Daar ja. uh, werd er al gesproken op om, zaterdag. Op zaterdag. Uh, die dan begint uh, met bijvoorbeeld de omgekeerde uh, uh, stand in het wereldkampioen, in de, de WK-stand uh, omgekeerd. Dus dan, uh, nu zou je dan uh, iedere race uh, begint dan met twee Williams op de eerste startrij. <laughs> nou ja, wel, wel leuk. leuk. Krijgen een hoop crashes in de eerste. En uh, ja. Ja, ja En de, de, de verdere details ontbreken nog, maar ik ik had het ook getweet van de week. Uh, gewoon de hardste band eronder. Uh, en dan een ronde of 25 à 30. En dan zo, na na een x aantal rondes valt er telkens eentje af. Oké. Okay. Dus um, is dit een probleem oplossen of een probleem verschuiven? En zou ah, nee, is, is Sowieso een niet probleem. een probleem oplossen. er nee. is wel een probleem nu. Nee, er is geen probleem. Nee. De probleem. De kwalificatie is volgens mij hartstikke goed. Waarom praten we hier dan over? Ja, omdat ze toch weer meer willen. Ja. ja, nou ja, kijk, er wordt heel lang gediscussieerd. Ook dat zo'n Formule 1 weekend duurt eigenlijk te lang. Hè. Ze moeten te lang wachten voordat het echt ergens om gaat. Ja. De race. Dat is, de, dat is de, een beetje de kritiek. Om gewoon, het moet allemaal sneller, het moet leuker worden. Uh, ja, nou kijken ze, ze. hebben ook al gekeken of ze misschien de vrijdagtrainingen dan maar gaan uh, afschaffen. Uh, nou, dat zou ik. Hij was liever. Dus ik zei: Ik vind het, uh, ik vind dat het Grand Prix-weekend is gewoon heel goed zoals het is eigenlijk. Uh, en een van die opties, en blijkbaar dus een serieuze optie, is een kwalificatiereis. Ja. Alleen, uh, ik, bij de persconferentie in Spa uh, werd daar al over gesproken over de teambaas. En die zeiden dan ook van, ja, maar hoe zit het dan met de motoren? Ja, ja je mag ja, natuurlijk precies. drie, uh, drie uh, motoren per seizoen gebruiken. Nou, daar wordt dan wel rekening mee gehouden. dan wordt dat waarschijnlijk verruimd. En ook andere onderdelen worden dan, komen dan meer... Tot de, tot de beschikking van teams. Uh, en, maar uh, ook de onderdelen die ze zelf maken. Kijk, als je in elke kwalificatierace uh, uh, als een idioot je vleugels eraf rijdt, dan, ja. dan uh, gaat het op een gegeven moment behoorlijk in de papieren lopen. Ja, ja. en in de kosten. En ze willen, ze willen ja. juist uh, kosten drukken, hè? want het is allemaal een beetje nivelleert, uh, ja, alle teams met elkaar. Nou, hier maak je het waarschijnlijk alleen maar duurder mee. Maar ja, je kan het wel in ieder geval een keer proberen. En ja, natuurlijk is de kwalificatie zoals die nu is, is hij gewoon goed, ja. denk ik. Het, en, uh, ja, het, het enige wat ik wel vaak jammer vind, is dat je, je ziet bijna nooit de polerondelijf ziet. Nee. Gewoon als het erom gaat, dan wordt de camera logisch op het rechte stuk gezet. En dan zie je wel die tijden lopen. Maar je ziet in principe nooit het polrondje. Nee. nee. Alleen ik vraag me wel af hè, in hoeverre, um, want als dit dan de kwalificatie. Uh, race wordt, dan is degene die dus wint, die krijgt de Pool. Ja, dat is echt de, de Pool, ja, ja. ja. Voor zondag. Ja. Oftewel, een uh, Lewis Hamilton zou dan 20 coureurs of 19 coureurs moeten inhalen. Ja, ja. ja. Uh, alleen ik vraag me dan af uh, hoe groot wordt het belang van Pool dan nog geacht op een gegeven moment? Want als je dus redeneert dat je dus je krijgt, nou, wat jij net zei, 30 25 rond, laten we zeggen, 25 ronden ja. zonder pitstops, dan rij je dus. Uh, uh, stel je, je rijdt uh, Hamilton die start achteraan nou, die komt op een gegeven moment voor uh, zijn concurrenten te zitten en dan rijdt hij tiende ja. nou, en dan nadert het einde van de, 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 de kwalificatierace dan rijdt hij achtste, zevende dan zou ik als ik hem was denken van nou, prima zo want dan hoef je, kan je wel het hele erge risico nemen om al die, die anderen nog in te halen. Maar dan kan je beter zevende worden. Want dan start je zevende nog steeds achter een aantal mensen die sowieso langzamer zijn dan jij. Want waarom zijn ze anders voor je gestart? Ja, precies. Maar... En dan ga je dan verder. Ik, ik denk dat het voor de races uiteindelijk wel leuker is. Maar het belang van pool zal waarschijnlijk wel minder worden. Ja, maar dan. de vraag is natuurlijk: hè, de, de drie topteams die willen natuurlijk het liefst voor de andere drie. Ja. Dus ja, max stap, als die achter is, zal die vechten om die zevende plek dan? Nou, dat weet ik niet. Ja. Dat, okay, okay, als je ja. dan de volgende race, de volgende dag gewoon weer een nieuwe start hebt. Wat je eigenlijk gaat doen, is dat je de race gewoon uh, op zaterdag gaat starten, dan stillegt en hem op zondag uh, weer opnieuw start. Dat is eigenlijk een beetje wat er dan gaat gebeuren. Ja. Ja, dus het is. Ik, uh, ja, ik weet het niet. Ik heb, ik, we kunnen het al echt een keer proberen. Ja, maar, dit, uh, ik vind dit, het, het dit, helemaal niet zo heel gek op zich. Je krijgt wel meer actie te zien, denk ik. Er zal genoeg gebeuren in ieder geval. Voor spullen, vleugels, banden, ja. brandstof, nou ja, motoren. Krijgt, ja, en, dan, en wat je dan natuurlijk ook krijgt, <laughs> dat is natuurlijk ook weer zo, dat je dan op zaterdag krijg je dus een hele waarschijnlijk een race bomvol in al acties. Want de grote jongens starten allemaal achteraan. Uh, en dan op zondag uh, is dat thuis natuurlijk minder. Ja, maar dat hebben we nu ook al. Want nu, hey, nu okay. start op zondag ook al de snelste coureur vooraan. Dan is het verschil. Is er niet, nu is er geen verschil. Nee, okay. Je hebt Op zaterdag. Ja, dat is. ja. Dus dat, is dan, dat wordt dan een beetje gek voor de kijkers. Die gaan aan zaterdag kijken. Die zien een race vol met de inhaalacties. En zondag zien ze dat niet. Want dan is dat gewoon minder. Dan is het normaal zoals het nu is. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje. Ja. Ik vraag me af hoe, dat, hoe het publiek daarop gaat reageren. Wanneer kunnen we hier iets over te horen krijgen. Wat uh, officieel zou worden? Nou, ik denk dat er dit weekend al wel wat over gezegd gaat worden. Singapore okay. is meestal zo'n eikpunt in het seizoen. Dat er uh, dingen voor het volgende volgend jaar uh, bekendgemaakt worden. Of uh, over de kalender. Of dat soort dingen. Nou ja, de kalender is nu al redelijk vast. Maar dit. Ja, het zou best wel eens dit weekend al beklonken kunnen worden. Mooi bruggetje. Zoals we in het begin zeiden: Joost, er gaat zo meteen naar Schiphol gaat vliegen richting ja. Singapore. Gelukkig ja. Um, geluksvogel hè? Ho 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 ja. Hoeveel, ja. hoeveel uur zit je in een vliegtuig? Um, 13 of zo bij elkaar. 13. Maar ik kan goed slapen in de vliegtuig. Oké, heb je geen last van de motoren of zo? Ik zit gewoon een hele saaie documentaire op en dan zak uh, ik zo. <laughs> <laughs> ja. Zeg, um, hoe, hoe ziet het er een beetje uit? Want voor uh, nu.nl ga je vaker naar een uh, race toe als verslaggever. Um, op welke dag kom je dan aan? Wat doe je zo al? Kan je een heel klein stukje vertellen? Ja, uh, nou ja, je komt, uh, in dit geval kom ik aan op dinsdag. Um, maar dat komt omdat ik... Uh, uh, vrienden van mij wonen in Singapore, dus daar verblijf ik ook. Dus dat is uh, meer uh, sociaal gedeelte. Maar normaal gesproken kom ik altijd aan op woensdag. Uh, of donderdagochtend, maar meestal woensdag. Want donderdag is de mediadag. Dan zijn alle interviews. Uh, of minstens interviews, mediasessies, ja. uh, persconferentie, et cetera. Uh, nou, dan is dat s'avonds... Uh, ga je dat allemaal uittikken. Dan op zaterdag... Uh, vrijdag is een, meestal de rustigste dag. Want dan heb je twee keer vrije training. En dan is er alleen vrijdagmiddag voor de geschreven pers... even de mogelijkheid om te stappen... Mee te, te horen wat hij zegt tegenover de camera's. Dus dat is altijd een beetje een relaxed dag, vrijdag. Nou ja, relaxed. Even goed, uh, hoofdstukken maken, maar, uh, maar niet de drukste dag, lijkt zo zeggen. En dan op zaterdag uh, en zondag, dat is gewoon uh, ja, kwalificatie ja. race uh, met persconferenties. Alles. En dan uh, even voor de duidelijkheid, als zaterdag die kwalificatie is, uh, Patrick, ja. jij doet dan het live vlog, hè? Ja. Uh, wat wat doe jij dan, uh, Joost? Sorry uh. dat ik. Uh, ja. uh, in de plafonk. Nee, ja, uh, daar maak, daarom, ik, ja. dan maak ik het vlag. Oké, okay, jij maakt ja. het uh, reisvraag. Hij stuurt en... af en toe een fotootje naar nou me door. Dan en jullie we een werken we een samen. Dan, uh, jullie hadden goed contact. Altijd, ja, ja, zeker. Ja. Dus, uh, maar Joost, ga jij de, uh, dat doen ze vaak hè, in Singapore. Dat ze dan de Europese tijden aanhouden. Ja. Ga je dat ook doen? Nee. Oh. nee want ik uh, ga lekker overdag een beetje in het zwembad liggen. En uh, dan s'avonds aan het werk. Geweldig. Ja, tot laat. Uh, ja. Dat is toch geweldig? Ja, dat is het is een leukste race om, uh, om te doen wat dat betreft. Want ik vind dat uh, je hebt overdag heb je nog gewoon tijd om wat te doen. Nou, ik kan wel uh, tot 12 uur in mijn bed gaan liggen bij 30 graden. Maar dat uh, nee. heeft ook niet zoveel <laughs> zin. Lekker met die high humidity. Ja. Um, ik, we gaan vooruitblikken. Maar ik kijk ook even naar het weerbericht uh, voor Singapore. En het ziet er naar uit, zonder. 33 graden bewolkt, maandag groot kans op regen. Ja, daar oh, hebben we niks aan. Oh, deze nee. kant op kunnen schuiven wellicht. <laughs> ja, we moeten, ja, precies. Ja, precies. als Nou, ik ben inmiddels al twee keer in Singapore geweest, ook wat langer. En de ja. weervoorspelling is daar, nou, je kan het net zo goed niet doen. Maar... Nee? 2017 was je Race snel voorbij, hè? Voor ja, dan lag je er in de eerste bocht uit. Ja, ja. ja maar toen regende het wel. Ja, ja. inderdaad. Dus, Spectakel. En uh, vorig jaar was er ook weer in de eerste bocht actie. Ja. Het is Flink. eigenlijk altijd leuk, Singapore. Ja, het is altijd leuk. Fantastisch. Ook het contrast met Monza, waar we dan vandaan komen, kan eigenlijk niet groter zijn. Hè? Nee. Want wat voor circuit is dit? Het is een straten natuurlijk, ja. maar verder dan dat. Nou, nou, je, het is. Je, moet zo, uh, je gaat met een pen op een papier en dan ga je gewoon af en toe zo de hoek om. En dan weer hoek om, en dan weer hoek om. En 90 graden, dat is Singapore. En dan ben je er op een gegeven moment. Ja, het is gewoon een, uh, een grote weerwar van, uh, van haakse bochten eigenlijk. Uh. Maar alles wat je niet nodig hebt in Monza, heb je in Singapore wel nodig. Hè? Ja. Ve Veel vleugel, downforce. Uh, nou, de motor is daar niet zo belangrijk. En dat is dan ook wel weer. Uh, minder gunstig voor Ferrari, maar weer gunstiger voor Red Bull. En Mercedes, en Mercedes toch? Ja, ja, zeker. Die hebben ook uh, ja, uitstekend chassis. Inderdaad. <laughs> ja, we, iedereen, uh, de, de, de verwachtingen rondom Verstappen zijn heel hoog gespannen in Singapore. Ja. En ik, ik denk ook dat hij daar uh, sowieso wel een uh, podiumkandidaat is bij uitstek. Maar, Onderschat Mercedes niet op Singapore? Want zij hebben iets wat heel belangrijk is. En dat heet front-end grip. Dat heb ik hier volgens mij ook iets uitgelegd. Ja. Dat zit in die vering van hun. En dat is gewoon een, heel belangrijk. Want al die haakse bochten moet je gewoon heel veel grip aan de voorkant hebben. En dat heeft de Mercedes bij uitstek. Dus uh, het is niet altijd Het is wel vaak dat Mercedes. die hebben daar wel problemen om een banden temperatuur ja, te krijgen. Ja. Niet zoveel, denk ik, als Ferrari gaat hebben, maar nee, uh, nee het, het gaat echt tussen Mercedes. Hoewel het ook uh, alweer wat langer geleden is, van, uh, ja, Hamilton vorig jaar gewoon gewonnen, geloof ik. Ja, en dat was dan vooral dankzij zijn uh, ronde op zaterdag. Oh, ja, ja. Hamilton is ook gewoon meestal heel goed op, uh, op Singapore. Ja, ja jaar dus... daarvoor, 2017, won die ook. Ja, maar dat was de gewoon... concurrentie, was er natuurlijk toen nee, niet. Dat was, dus puur, uh, puur, dat was echt een lucky uh, ja. overwinning. Maar uh... ja, vorig jaar Max Schrappen wel tweede, ja? zeker. En uh, volgens mij. Pak een beetje 8 seconden op een gegeven moment, maar we hadden op een gegeven moment ook, um, ik denk halverwege de ja, race, een achter. dubbele inhaalactie. Want uh, achter, achterliggers uh, yeah. waren met elkaar aan het vechten. En Lewis en Max waren ook nog met elkaar aan het vechten. We hebben nog een mooi stukje bordradio uh, over. Luister maar even. Ja, we man. Ze racing. Yeah. En um, ja, het idee zit het zo dicht op elkaar dat we weer heel veel gevechten, gevechten kunnen verwachten dit jaar? Ik denk tussen, dat het wel heel dicht bij elkaar gaat zitten. Ja, ja. maar dan tussen Mercedes en, uh, en uh, Red Bull. Ja. Ferrari heeft uh, zoveel downforce problemen dat ik denk dat die een heel lastig weekend tegemoet gaan. Ja. Ja. Is dit dan ook een beetje een uh, moment waarop uh, ja, de tweede coureur naast Max Verstappen, onze hele lieve uh, Albon, Albon uh, ja, zich moet laten zien? Zeker. Nou, we kunnen denk ik eindelijk de vergelijking gaan maken van hoe, want daar zitten we ook op te wachten. Hoe, hoe doet Albon het nou? We kunnen er eigenlijk nog helemaal niks over zeggen, omdat, die, uh, omdat we hem niet hebben kunnen vergelijken met verstappen. Nee, eigenlijk is dit voor uh, en voor verstappen. Uh, en voor Albon de belangrijkste race in weken tijd. Want uh, Red Bull kijkt al heel lang uit naar, naar uh, Singapore. Uh, alleen om te zien wat hun auto daar doet ten opzichte van de Mercedes. Nou Verstappen heeft zich al vorig jaar eigenlijk al bewezen op Singapore natuurlijk. Zeker. Met die tweede plaats. Uh, die is Ook bij hè, toen trouwens. Ja, ja. Die, is, die is sowieso snel op Singapore. Um, uh, en voor Albon wordt het uh, zaak om Verstappen bij te kunnen houden. Nou als hij dat kan dan is hij denk ik uh, geslaagd. Uh, in zo, uh, zoverre dat nu dat, uh, tot nu toe al kan. Maar, uh... ja. En wat is het uh, doel voor Verstappen? He, los van dat hij zelf natuurlijk pole position wil, maar, uh, ja. <laughs> ja. Ja, maar, maar is, dit, is dit echt mogelijk, een, een pole position uh, kwalificatie? En... Ja, ja, ik denk het dit nou, is wel. Ik elke denk een, dat... Vooraf hebben ze hier zelf ook al uh, volop ingezet, ja. Uh, ja. natuurlijk. Maar onderschat de Mercedes niet, nee. want die gaat hier heel snel zijn en daar hebben ze een, een taai kluif aan. Maar... We hebben nou een tijdje gehad, dat de eerste bocht voor Verstappen ook niet. Uh, ja. Ja, heel leuk zoals, nou zeiden we het net al, 2017 ging hij hier in de eerste bocht vanaf. Ja, uh, de ferrari is er? Dat is de, dat door Vettel. Toen ja, dat, ja, dat dan weer wel. Maar is er iets waar hij nu zelf op moet letten? Want bij Monza maakte hij een eigen fout in de eerste Nou ja, moment. dat is wel echt een ding. Als uh, de Red Bull Honda weer een slechte start heeft, dan is dat in Singapore pijnlijker dan in uh, Monza. Ja. En, en in Spa ook. Dus uh, het is hier, want inhalen is heel moeilijk. Het is echt wel zaak om daar uh, er goed bij te zitten. Dus uh, ja, uh, nog een hoop proefstadjes, denk ik in, uh, in Singapore. Ja, wel spannend. Ah. Hij heeft nog steeds geen uh, positie gewonnen bij de start. Nee, toch ja. wel. Uh... Dus ja. Nou ja, als je dan vooraan staat, dan hoeft dat ook niet. Uh... <laughs> Joost, kunnen we jou nog ergens zien op tv? Sta je ergens bij een bepaalde bocht uh, met een vlag in je handen? Op, <laughs> um. uh... Wacht, mijn telefoon gaat jongens. Oh, 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 oh. oh, oh ja, ga oh, ik oh. er ook mooi niet uitknippen. Nee, dus. nee, zeker niet. Laten we er zeker nee. in zitten. Wie is het? Je moeder? Nee. Daar <laughs> okay. ah. moet je niet meer? Ah. Nee, um, uh, nee, ik ben niets, niet in beeld. Nee? Maar, uh, ik zit uh, waar sta in, je dan? Ik zit Als, in, het uh, in het mediacentrum. In mediacentrum. En, Hoe en ziet dat eruit? Hoeveel mensen? Er zijn uh, 200 man in een hele grote ruimte met allemaal tv's en tijdenmonitoren en laptops. Een jackploy? Die uh, staat, is, is daar dan niet, want die staat in de... Oké, oh, ja, ja. tuurlijk. Die staat bij het vierkantje, eigenlijk, buiten, eigenlijk, ja, hè? Ja. Ja, 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 Maar uh, ja, nee, dat is. Uh... Heb je veel contact met andere Nederlandse journalisten? Ja. Veel uh, met uh, mijn collega's van uh, Algemeen Dagblad, en Telegraaf en uh, NOS. Ja, dus uh, ja. ja. Je kijkt er wel naar uit, hè? Zeker, ja. Dat Welke altijd... races ga je nog meer naartoe uh, dit jaar? Uh, waarschijnlijk. Uh, of, of collega's van je part Abu gaat Dhabi. Ook rond. Uh, Abu Dhabi, ja. ja. En dan. Uh, ja, kijk, als we Verstappen nu in de titelstrijd zijn, dan zouden mm. we misschien nog wel vaker gaan. Maar, uh... Mexico is ook een goede race. God, ja, daar gaat heen. Heen, ja, daar gaat Bart heen. Daar gaat Bart heen? Oké, nou hartstikke goed. We gaan het in de gaten houden hier op nu.nl bij de Bordradio uiteraard. Jongens, uh, we gaan er eind aan breien. Is er nog iets wat jullie op tafel willen gooien? Um, moeten nee. we nog een voorspellingtje doen? Nou, dat kan op zich wel. Wie, ja, dat is misschien een goede. Heel eventjes, welke coureur moeten we in ons GP-spel erin wisselen? Ik zou voor uh, Verstappen en een uh, Mercedes gaan. Verstappen en een Mercedes? Ja, ja dat heb ik zelfs al gedaan. Want dat ik... heb je... Okay. Je hebt al gewisseld een keer? Ja, want Geen de... excuus volgende week als daar hier weer zit, <laughs> Nee, he? nee. Ik ben altijd... Uh, als ik in, naar de Grand Prix toe ga, dan wil ik het nog wel eens vergeten. Dus ik heb het nu bij voorbaat al gedaan. Oké. Okay. Ja, dus ik heb... Uh, uh, verstappen en Hamilton in mijn team. Ja, ga ja. ik ook doen. Dan eventjes de voorspelling voor de race. Maandagochtend, als we hier zitten. Joost, jij bent dan via de telefoon te horen, via de live verbinding En uh, Patrick, jij zit hier in de studio. Daan, gaat het aan jullie vragen? Is de voorspelling uitgekomen? Patrick, jouw 1, 2, 3. Verstappen, Hamilton, Bottas. Joost? Uh, Hamilton, verstappen, Bottas. Dankjewel voor het luisteren. Dit is de Bord Radio op nu.nl. Volgende week maandag is die terug van vakantie. Dames Mink is dan weer de presentator. Mijn naam is Julien Dom en tegenover mij Patrick Moeken. Dankjewel Joost Nederpelt. Heel, Heel goede vlucht. Dankjewel.